is stom en er moet gewoon vrede zijn op aarde. Als je geen vrijheid hebt, bijvoorbeeld in Syrië, dan kan je niet buiten spelen. En je kan bijvoorbeeld niet naar de supermarkt om eten te halen. Ik kom uit Syrië en daar is er oorlog. Thuis woonde ik met mijn opa en oma. Je kon niet naar elke plek in Syrië gaan, want daar is er bommen. En zo, en sirenes. Vrijheid is goed voor je, omdat je dan echt vrij bent. Omdat je dan niet echt dingen moet, maar mag. Je moet eigenlijk gewoon doen wat je wil doen. Bijvoorbeeld als ik wil voetballen, dan ga ik voetballen. Kan je aan mensen uitleggen wat oorlog betekent? Discriminatie en zo. En je voelt gewoon je niet fijn. Het is beter om veilig te voelen. Ik was best wel benieuwd naar Nederland. Ik vond het gewoon vrijdom. Ik kan alles doen. Ook mezelf zijn, gek zijn. Ik vind dat je overal mag staan en zeggen wat je wilt. Het is heel belangrijk, want je voelt je fijner. Wat vindt u van het V-team? Dat vind ik heel knap. Op die jonge leeftijd zou ik het ze niet nagedaan hebben. Want dit is voor mij nu de eerste keer dat ik het doe. En ik heb het al zwaar, dus laat staan als ik jullie leeftijd was geweest. Dus ik heb daar heel veel respect voor. Ik vind dat heel knap voor jullie. Wat vindt u van dat wij voor vrede lopen? Nou, dat past heel goed bij wat wij als luchtmacht doen. Want wij werken tenslotte ook voor het behoud van de vrede. Vrijheid, ik vind het heel belangrijk. Als je nu ook kijkt hoe wij hier met elkaar omgaan nu zo. Wij kunnen gewoon hier doen en laten wat we willen, zoals vandaag. We zijn lekker aan het wandelen, we hebben ervan genoten. Dankzij vrijheid kunnen wij dit nu doen zo, zonder dat wij ons zorgen hoeven te maken. Ik vind vrijheid belangrijk omdat mensen kunnen gewoon zichzelf zijn. Ook als je andere mensen niet goed vinden. Dan is dit gewoon goed. Er is niemand normaal, dus vrijheid is gewoon alles. Kunnen kinderen daar eigenlijk nog iets aan doen, aan vrede in de wereld? Nou, zelf niet beginnen met vechten eigenlijk. En als grote mensen iets meer zouden luisteren, hoeft niet altijd, maar gewoon iets meer luisteren, dan komt er misschien ook wel weer meer vrede in de wereld. Ik denk dat iedereen kan vrijheid krijgen, maar we moeten wel eraan werken.